Bruh. In dit geval is het voor mouthpijn. Ja. Kan. Ja. Misschien komt er een bruiloft. Oké. Hi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Spanga's Talk. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar denk ik best een hoop kinderen mee te maken krijgen. Namelijk, wat ga je doen als je ouders gaan scheiden? Bij mij op de bank vandaag Iris, jij speelt Maud. En Giorgio, jij speelt Mo. Ja. Iris, jij speelt op dit moment in de serie ook dat jouw ouders gaan scheiden. Mm-hmm. En voor jou, voor Maud is het best wel recent. Ja, ze heeft dan... Is er eigenlijk per ongeluk achtergekomen. De oma die heeft het dan een beetje verklapt. Dat haar ouders een break hebben. En daarom, haar vader zit nog in het vakantiehuis in Frankrijk en haar moeder is gewoon in Nederland. En dan, ze vindt het allemaal heel vreemd dat die vader niet gewoon mee is gekomen, maar niemand zegt er wat over. En dan maar ze heeft wel een soort van vermoeden. Ja, ja, ja. En dan uiteindelijk verspreekt haar oma zich dan dat haar ouders een break hebben. En dan komt eigenlijk een hele grote, lange periode van heel veel ruzie. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Giorgio, jij speelt Mo. Ja. En in de serie zijn jouw ouders al... Langer geleden. Ja. Jij was echt een kind. Ja, ja, als kind zijn mijn ouders zijn de ouders van Mo gescheiden. Ja, eigenlijk wat Mo dan nu een beetje met Maud heeft, is dat hij zijn ervaring probeert te delen met Maud en haar een beetje daarin te ondersteunen en een beetje advies te geven hoe je daarmee omgaat. 1 op de 6 kinderen maakt mee dat zijn of haar ouders gaan scheiden. Vinden jullie dat veel, weinig? Wat hadden jullie gedacht? 1 op de 6, die hebben gescheiden ouders. Ja. Ja, 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 ja. Ik dacht wel meer. Ik dacht ook meer eigenlijk. Ja. Ik dacht echt dat er meer voorkwam. Ja, want het zijn dus jaarlijks 70.000 kinderen diens ouders gaan scheiden. Hoe klinkt dat? Veel, weinig? Ja, hetzelfde. Okay. Jongens, ik heb een aantal vragen gekregen, persoonlijke vragen via Instagram. En 1 jaar wil heel graag weten of jullie ouders in het echt ook zijn gescheiden. Ja, mijn ouders die zijn in 2016 gescheiden. Yeah. En toen was ik 16. Dus het was wel, zeg maar, die tijd was het voor mij al, ik zag het wel al aankomen. Dus mijn ouders die waren al een tijdje, voelde ik, en samen met mijn broer, voelde ik al dat het niet meer, dat het gewoon over was. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk gewoon een soort van uitstel van executie. En op een gegeven moment, ja, toen was het er. Dus voor mij, ja, ik kon er best wel goed mee omgaan. Want jouw ouders waren toen ze nog wel bij elkaar waren, allebei wel in Nederland. Ja, ja. En toen, ja. Toen ze uit elkaar gingen, is mijn vader verhuisd naar Curaçao. Ja. En bij jou? Hoe was het bij jou? Nou, mijn ouders zijn ook gescheiden. Maar toen ik heel jong was, ik was 6 of zo. Dus ik heb eigenlijk, ik herinner me eigenlijk heel weinig nog van dat samen zijn. Maar ik ben ook even benieuwd naar de kijker. Zijn jouw ouders gescheiden? Laat het even weten in de comments. En als je dan toch bezig bent, abonneer dan ook direct eventjes op ons YouTube kanaal. En druk ook even op dat belletje, want dan krijg je altijd een melding. En dan mis je nooit meer een video. In Spangas heeft Maud al een tijdje het idee dat het niet zo lekker gaat tussen haar ouders. Maar dan komt er op een gegeven moment dat je het volgens mij niet, of dat Maud het niet helemaal verwacht, dat je ouders met slecht nieuws komen. Ja. En daar gaan we even naar kijken. Eet smakelijk. Ik ga naar boven. Maak je geen zorgen over het afwas. Dat doe ik morgenochtend wel, voor ik naar school ga. Maud, wacht eventjes, alsjeblieft. We gaan nou even zitten. We willen echt even met je praten. Ja, dat doen we wel later. Als jullie lekker eerst gaan eten, dan... Maar lieverd, we willen niet samen eten. We zijn de hele dag al samen geweest. Ja, dan is dat toch een mooie afsluiting. We hebben heel veel gepraat vandaag en we willen ook graag dat jij weet waarover. Je kan niet tegen al die onduidelijkheid. Dat begrijpen we wel goed. Wij worden er zelf ook gek van af en toe. We moesten nu een besluit nemen hoe nu verder met ons. We houden heel erg veel van elkaar. Maar ons huwelijk is voorbij. Dat is ons heel erg duidelijk geworden vandaag. We gaan niet samen verder, lief. Oh, ik vind het altijd heel pijnlijk. Ja. Hoe was dit? Ik had het echt met haar te doen ook, omdat ik het eigenlijk zie. Het is zo erg... iets oplossen wat je niet kan oplossen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste van... Je hebt hier geen invloed op, zeg maar. Nee. Jij gaat het niet oplossen. Maud kan dit niet oplossen. Dit is een keuze, zeg maar, tussen haar ouders. En wat die keuze dan ook is, dat is altijd een goede keuze als ze die samen maken. Je kan daar helaas niks aan veranderen. Want wat als je bijvoorbeeld nu naar Maud kijkt, ben je dan misschien eerst boos of zo? Nee. Ik was niet boos. Ik was denk ik wel gewoon echt verdrietig. Ja, in ieder geval, wat ik wel weet is dat het, zeg maar, niet zo is gegaan dat we echt aan tafel zijn gaan zitten om het zo uit te spreken. En ik denk, volgens mij heeft mijn moeder het verteld en daarna mijn vader en ben ik het zo te weten gekomen.
Maar ik denk dat dit wel, ja, ik vind het wel een hele goede manier. Het is wel gewoon duidelijk van, dit is het. Dit is wat het is. Ja. Zoals je kunt zien werken de plannetjes van Mike niet helemaal. Nee, vergeet wat ik heb gezegd, laat maar. Ik denk dat ik een paar dagen naar huis kom. Zo liegen, Maud. Ik dacht dat ik eerlijke kinderen had. Dit is erg. Dit is echt heel erg. Was het allemaal gelogen? De slapeloosheid, stress. Ben je ook niet benauwd? Nou, nu een beetje. Als het dan uiteindelijk tot het punt komt dat je ouders echt definitief gaan scheiden, daar was weer een vraag over gekomen van Lotte. En zij vroeg zich af, wat doe je? Hoe ga je ermee om? Ja, ik denk dat het belangrijk is om gewoon met je familieleden bijvoorbeeld erover te praten. En die zullen je dan, die zullen het sowieso wel begrijpen. Sowieso is het denk ik handig om met een ouder iemand erover te praten. En dat diegene zijn of haar ervaring gewoon met je kan delen. En vertellen dat jij er in ieder geval niks aan kan doen. En dat je het gewoon rustig een plekje moet geven. En het gewoon moet snappen, zeg maar. Want heel veel kinderen die denken ook vaak dat het dan dat het hun eigen schuld is. Of dat zij daar onderdeel van zijn. Dat is natuurlijk, dat is gewoon niet zo. En ik snap dat je dat denkt als je in zo'n situatie zelf zit. Maar dat, ja, het is gewoon slim om daarover te hebben. En dan hoor je ook van anderen van dat gewoon niet het geval is. Absoluut. Dus nogmaals jongens, ga je ouders scheiden. Dat is absoluut niet jouw schuld. In dit geval heeft Maud gelukkig Mo, met wie ze erover kan praten. En daar hebben we ook weer een fragmentje van waar we even naar kijken. Ik snap niet dat ze daar dan niks eerder over hebben gezegd. Ja, misschien dachten ze zelf ook wel dat ze bij elkaar zouden blijven. Of misschien wilden ze je niet ongerust maken. Het is ook wel relaxed van ze. Aan wiens kant sta je eigenlijk? Aan jouw kant? Ja, ouders zijn vet azo. Ja, ze zijn alleen maar met zichzelf bezig en ze houden echt totaal geen rekening met je. Bruh. Ik sta aan jouw kant, hè. Zelfs al zeg je iets compleet belachelijks. Wanneer zeg ik iets compleet belachelijks dan? Nooit. Mo praat heel erg mee. Is dat een eigenschap van Mo? Ja, jawel. Hij kan zich denk ik wel makkelijk verplaatsen in iemand anders. In dit geval, praat jij er alleen met Mo over? Of had jij ook docenten of andere mensen in je omgeving met wie je erover kon? Heb je oma? Ja. Ze heeft ook wel een beetje gesprekken over met haar oma. Maar eigenlijk is dus Mo is de allerbelangrijkste. Ook omdat, misschien juist omdat hij dus niet in die gezinssituatie zit. Ja. En zo iemand die gewoon een omstander is. Die alleen maar het beste met jou voor heeft. En verder gewoon niet een keuze of een kant heeft. En zij kan echt zo helemaal zich uiten en van alle exploderen bij hem. En dat is wel heel schattig hoe hij dat allemaal zo opvangt. Dat vind ik echt schattig. Dus in dit geval, het is denk ik heel belangrijk dat je iemand in je omgeving zoekt. Jij zei natuurlijk net ook al een vriend of een vriendin. En dat maakt het eigenlijk volgens mij niet zo heel veel uit wie het is. Ja, gewoon iemand die je vertrouwt. En ook en gewoon iemand die je fijn vindt om mee te praten. En iemand die luistert ook. Ja. Als je ouders ervoor kiezen om te gaan scheiden, dan verandert er best een hoop altijd. Je gaat bijvoorbeeld bij je vader of bij je moeder wonen. Mm-hmm. Of je woont om en om. Dus de ene week bij je moeder, de ene week bij je vader. Dat noemen ze co-ouderschap. Mm-hmm. Hoe ging dat bij jullie? Nou ja, mijn vader die is dus verhuisd naar Curaçao. Omdat hij daar ging werken. Dus ja, ik woonde alleen maar. Op een gegeven moment ben ik alleen met mijn moeder gaan wonen. Daarna ben ik, even kijken, 2 keer naar mijn vader toe geweest op Curaçao. En nu is het alweer bijna 2-3 jaar niet. Dus. Ja. En zijn er weer plannen om hem op te gaan zoeken? Ja, in december gaat hij naar Suriname. Mijn moeder gaat naar Suriname, mijn broer, ik en de hele familie. Fijn. Ja. Oh, heel leuk. Iets goeds om uit te kijken. Zeker, zeker. En hoe was dat bij jou? Mijn ouders die gingen wel dat co-ouderschap doen. En we woonden in Amstelveen, echt 5 minuten fiets van elkaar vandaan. Dus dat was echt iets heel anders. En ik ging om de 2 dagen op en neer. Maar dat later is dat een week geworden. En ik had denk ik in dat hele proces van dat je ouders uit elkaar zijn en wat er allemaal bij komt kijken, vond ik dat eigenlijk een beetje op een gegeven moment heel vervelend worden. Want toen hebben we ervoor gekozen om bij mijn moeder te gaan wonen toen ik 14 was, denk ik, of zo. Het was wel echt een hele moeilijke beslissing. Want je ouders maken die situatie, of creëren die situatie, maken die beslissing voor jou. En dan is het jou eigenlijk goed recht om dan je eigen weg te vinden in die situatie. Dus ik kan daar nu dan eigenlijk op terugkijken en een soort van
ja, zien van, oh ja, dit was eigenlijk gewoon wel gewoon heel goed dat ik dit heb gedaan. Dus, ja. Merkt jullie bijvoorbeeld dat er ook iets veranderde tussen jou en je ouders? Nee, nee. Bij mij, tenminste bij mij sowieso niet. Ja, de band met mijn ouders is gewoon hetzelfde gebleven. Dus ik denk dat het gewoon dan goed is om te weten dat het misschien, ook voor heel veel andere mensen thuis, dat het misschien aan het begin heel moeilijk kan zijn, in het geval van Maud, maar dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt, zijn beloop gaat. Ja. Ik heb weer een aantal vragen binnengekregen via Spanga's Instagram. En de eerste is van Evelien. En zij vraagt, hebben Maud en Mo nu verkering? Want hij is echt waard om voor te gaan en hij is super lief voor Maud. Oh. Oh. Dankjewel, Evelien. Ja, oh my god. Dat is echt zo waar ook. I agree, maar... wat is dat een beetje? Het is een beetje... Ja, het is niet een officiële relatie. Nee, ze hebben gewoon een beetje een... Ja, Mo is een beetje blind geworden, mm-hmm. doordat hij eigenlijk zo verliefd is. En daardoor ziet hij eigenlijk alle slechte dingen van Maud niet meer. Dus. Ja. En Maud is gewoon, heeft gewoon zoveel shit thuis dat ze gewoon heel even iemand nodig heeft. En een beetje gebruikt ook, zeg maar, om gewoon als een soort van emotioneel kussen. Zo van... In dit geval is het voor Maud fijn. Maud fijn. Ja. Kan. Ja. Misschien komt er een bruiloft. Oké, de volgende is van Quinty. En zij zegt een dilemma. Oeh. En ze vraagt, wat had je liever? Dat je ouders nu gaan scheiden of dat je ouders hun hele leven ruzie hebben? Gewoon gaan dan scheiden. Ja. Tuurlijk. Ja. Ik denk ook echt dat het helemaal niet, zeg maar... Ja, er komen heel veel, er gebeuren allemaal nieuwe dingen en je gaat allemaal nieuwe afspraken krijgen. En dat is natuurlijk even wennen. Ja. Maar aan de andere kant, ja... Je krijgt gewoon weer opnieuw de kans om, zeg maar, je ouders gelukkig te zien met andere mensen. Ja. En dat is bijvoorbeeld bij mij ook gebeurd. Van, ik heb een hele lieve stiefmoeder, een hele lieve stiefvader. En ik heb gewoon, ik zie zo... Ik heb een heel goed voorbeeld gekregen. Twee voorbeelden van hoe je gelukkig bent en hoe je een goed huwelijk hebt. Ja. Dus, ik gun dat gewoon iedereen. Dan heb ik nog een mooi berichtje van Jill. En zij zegt, mijn ouders zijn ook gescheiden, maar als je ouders die beslissing hebben genomen, worden ze er allebei gelukkig van. Nou, dit sluit heel goed aan. Ja, en wat zeker. We net eigenlijk besproken hebben. Misschien kom jij zelf wel in een situatie, of zit je op dit moment in een situatie waarin je ouders gaan scheiden, maar weet dat, misschien ben je boos, misschien ben je verdrietig, misschien ben je juist heel erg opgelucht, maar weet dat elke emotie oké is. Oké, jongens, dit was helaas alweer de Spanga's Talk voor deze week. Bedankt dat jullie er waren. Maar we hebben nog wel iets heel leuks deze week, want we hebben namelijk een prijsvraag. Mm-hmm. En wat kunnen ze winnen? Ze kunnen een drinkfles winnen, een gesigneerde drinkfles. Dus jullie gaan die zo meteen signeren. Ja, dat doe ik gewoon nu alvast. Dan mag jij dat mag nu dat? En dan mag je ondertussen vast de prijsvraag opnoemen. Oké, de prijsvraag die luidt als volgt. Hoe heten de ouders van Maud? Wil je nou kans maken op één van de drie waterflessen? Laat het juiste antwoord weten in de comments en wie weet komt die jouw kant op. En duimpjes omhoog. Doei doei, bedankt. Doei doei.